Goeiedag. Marcus vertel dan van de tweede keer waar Jezus brood en vis vermeerder het om een skare mense te voed. Hierdie tweede vermeerdering van die brood het soveel ooreenkomste met die eerste keer in Marcus 6 vers 35 tot 44, dat baie skrifverklaardes die vraag vra of dit nie maar net een ander weergawe van diezelfde wonderwerk is nie. Die verskille is echter baie duidelijk, zodat het meer waarschijnlijk wel een tweede keer is waar Jezus diezelfde wonderwerk herhaal het. Hier die tweede vermeerdering vindt in een heidense of nie-Joodse omgeving plaats, zodat die klem hier ook daarop valt dat Jezus ook voor die heidene of nie-Jode gekomen het. Bij die eerste wonderwerk was het die disciples wat opgemerkt het, dat mensen honger raak en hulle wil huis te stuur. Hier is het Jezus wat die mensen zijn nood raak zien. Die getalle word ook baie precies aangeduid in verschil van elkaar. Bij die eerste wonder gebruik Jezus 5 brode en 2 visjes. Hier is sprake van 7 brode en een paar visjes. Bij die eerste vermeerdering eet 5000 mans en blijft daar 12 mandjes brokstukken oor. Hier is het 4000 en 7 mandjes wat oorschiet. En als die disciples van Jezus vraag, waar sal die mense in hierdie verlatenheid genoeg brood vir hulle kan kry, is het eindelijk een roep om hulp wat aan hom gerig wordt. Al die aandacht wordt so op Jezus gevestigd. Hij neemt die initiatief en hij treedt op. En ons leest dat hij die mensen innig jammer gekry het. Die Griekse woord splagnitsomai wat hier gebruikt wordt, betekent letterlijk zijn ingewanden het in beweging gekomen. Een mooie Afrikaanse uitdrukking zou dat wees, zijn maag het gedraai van bezorgdheid oor die hongerskare. Daarom het hy hongeriges gevoed. Dis die evangelie, dat die Heere ons so in ons nood inleef, dat sy maag draai daarover. Die klem val dus nie in hierdie vertelling, so seer op die wonder nie, maar op God, wat ons innig jammer kry. Hierdie woord word nergens in die Bijbel vir een mens gebruik nie, net vir Jezus, asof dit na een heilige, volmaakte, goddelike, innige jammerte verwijs. En elke keer doen hy iets daaraan. Hy kry siekes, melaatses en blindes innig jammer en dan maak hulle gezond. Matteus 14 vers 13, 20 vers 34. Hy kry die skare wat saamdrom innig jammer omdat hulle so skape sonder 'n herder is en dan leer hy hulle. Markus 6 vers 34. Hy kry 'n weduwee innig jammer toe sy haar enigste seun verloor het. En hy maak hom toe weer lewendig uit die doodheid. Lukas 7 vers 13. En in twee gelykenisse waarin hy God uitbeeld, vertel hy van een koning wat innig jammer was vir sy ambtenaar en om al sy skuld vrygestel het. Matteus 18 vers 27. En hy vertel ook van een vader wat sy verlore seun van ver af sien aankom en om innig jammer gekry het. En dan na hom hardloop om in omhelsing terug te verwelkom. Lukas 15 vers 20. In al die gevallen word hierdieselfde woord gebruik. Ek het gesê dat hierdie innig jammer wees nie een keer vir mense gebruik word nie, maar daar is een keer waar Jezus dit gebruik om te beskryf hoe ons behoort te wees. Dit was toe hy die gelykenis van die barmhartige Samaritaan vertel het om naaste liefde te illustreer. En dan gee hy die rede waarom die Samaritaan hierdie gewonde man versorg het, as hy het om innig jammer gekry. Weer diezelfde woord wat vir Jezus en vir God gebruik word. Daarmee sê hy dat hierdie eienskap van God, om innig jammer te wees oor mense in nood, ook sigbaar moet word in en deur God se kinders. En Jezus is ons mos herstel om God se verteenwoordigers te wees. Ons moet ook sy innige jammerte in die wêreld waarin ons leef verteenwoordig. Dit het die disciples helaas ook maar moeilik verstaan, en daarom het hulle so gauw vergeet van die eerste keer waar hy die brood vermeerder het om 'n skare te voed. Kom ons bid saam. Here Jezus, help vir ons om nooit te vergeet hoe innig jammer U vir ons is nie, sodat ons ook, wanneer ons in die diepste nood is, na U toe sal gryp om hulp. In Jezus' naam. Amen.